gewoon wijk worden een aantal structuren behouden en bijgebracht. De hoofdstructuren die zijn inmiddels bekend. Dat zijn de Westlandse Weg, die we al kennen, de Koenerstraat en de verlengde daarvan, en de Westvest. De Westlandse Weg wordt als werktitel de boulevard genoemd. En die moet alles behalve een scheiding vormen tussen het noordelijke deel van Delft en het centrum en het zuiden. Om dit voor elkaar te krijgen willen ze aan beide kanten van de Westlandse Weg dezelfde soort bebouwing. Een andere weg, die we nu kennen als de smalle Koenerstraat, zal in de toekomst een nieuwe doorgaande weg worden. En Delft ontsluiten van noord tot helemaal zuid. En dus verlengd worden tot in de nieuwe woonwijk. De laatste die ik noemde is de Westvest. Die fungeert nu als de doorstroom eigenlijk, van noord naar zuid. In de toekomst heeft die dus een andere functie en zal die alleen fungeren voor de bussen en de taxis. Die via deze kant de ene brug op en de andere brug af bij het station kunnen komen. En het bestemmingsverkeer voor de mensen die hier aan de Westvest wonen.